Kasteel Duivenvoorde is nog steeds ingericht als een woonkasteel. Het heeft een voorhuis om de gasten te ontvangen. Er zijn slaapkamers, een eetkamer en een prachtige vroeg 18e eeuwse zaal voor grote ontvangsten. Het is net alsof de bewoners even de deur uit zijn en wij mogen rondkijken in de historische kamers. Het is alsof de tijd heeft stilgestaan op Duivenvoorde. Door de klokken weer te laten tikken komen we nog dichter bij het huiselijke karakter van het kasteel. Daarom gaan we dit jaar onder het motto... Laten de klokken weer huiselijk tikken, geld inzamelen om de klokken te restaureren. In de eetkamer vinden we deze schitterende zogenaamde Boulle klok. Hij is genoemd naar de Franse meubelmaker André Boulle, die befaamd was om zijn inlegwerk. Deze klok is rond 1750 in Parijs vervaardigd in de stijl van Lodewijk XV. Dit reisklokje is rond 1900 vervaardigd in Frankrijk. Het had ook de mogelijkheid om het te laten aflopen. Er zat dus ook een wekkerfunctie in. Deze indrukwekkende orgelklok staat op de overloop, boven het voorhuis waar ook de ingang van het kasteel is. Deze klok is gemaakt rond 1840 in Duitsland door de gebroeders Blessing. En ze hebben dat gedaan in de stijl van de zogeheten neogotiek, dat in die tijd erg populair was. Het bijzondere aan deze klok is dat hij niet alleen maar de tijd aangeeft, maar er zit ook nog een speeldoos in om muziek ten gehoore te brengen. Deze penduleklok in de porseleinkamer is uh, gemaakt in Parijs tussen 1780 en 1790. De klok is uitgevoerd in uh, neoclassicistische stijl en bovenop zien we een vrouwenbeeld dat Venus voorstelt. Als u uh, mee wil helpen om al deze klokken weer uh, te laten tikken, dan kunt u op onze website informatie vinden over de wijze waarop u een bijdrage kunt uh, doneren. U helpt dan mee om het huiselijke karakter van Kasteel Duivenvoorde nog dichterbij te brengen.